Kijkers, Melien Vertrouwd is een 1 voor 12 cliënt. Ze is al 16 jaar ziek en ze brengt zo de leven door op een rolstoel of op bed. 1 voor 12 levert met uw bijdrage af en toe zorg aan haar. En zo hebben zij onlangs weer zo'n bijdrage geleverd. Het was op de 45ste jaardag van Melien Vertrouwd. Dat was 29 november. En zij werd door ons verrast met voeding uit onze eigen keuken. We vonden het belangrijk dat ze op deze speciale dag kon genieten van een verjaardagsmaaltijd. En dit alles hebben wij onder andere ook kunnen verwezenlijken met uw hulp. Hiervan het volgende in beeld. 29 november, hiepedepiepedepiep. Melien Vertrouwd, die is vandaag jarig. Namens Stichting 1 voor 12 hebben wij uit onze keuken eten voor u klaargemaakt. En ook u verdient het. U bent een item geweest van Stichting 1 voor 12. Maar hoe gaat het met u? Nou, met Gods wil mag ik niet klagen. Alles gaat goed. En ik ben de Heere duizenden. Ik weet niet hoeveel woorden heb ik niet voor hem. Dat hij mijn genade is geweest. Ondanks alle vallen en opstaan. Door alle koalas, alles doorheen. Heb ik toch mijn 45 jaar gezien. Gods goede genade. En het is al 16 jaar dat ik zo ben. Maar ja, de Heere houdt van me. En hij zorgt voor me. En hij zal blijven zorgen. En ook Stichting 1 voor 12. En Stichting 1 voor 12. En iedereen die me gesponsord hebben, zeg ik ieder dank. Kracht, gezondheid en wijsheid. En ik bedank ze dat ze me gedoneerd hebben. U bent mijn rood wanneer ik wankel. U reed mij op wanneer ik val. Dwars door de storm. Ben u Heer, het anker, ik stel mijn hoop alleen op u. Dank u alle vrienden, kennissen, broers, zusters, nichtjes, neefjes. Dank u jullie allemaal. God bless you all. Ik heb dit uit mijn hart gedaan. Melien heeft mij een maand teruggevraagd. Meneer Vismalen, ik word straks jarig. Kan je eten voor me klaarmaken? En geloof me, ik heb gelijk ja tegen haar gezegd. En ik heb een leuke dag voor haar georganiseerd. Eten, pom, drinken, alles. En ik ben blij om te zien dat haar dag goed is verlopen. Eet smakelijk en tot een andere keer. Lobby.